Hij doet het. Kijk, dat is Ralf. En op de achtergrond zien we Koos. Dat is de buurman. Wij gaan... dat is Ralf Stoffee. En ja, dat is wel heel apart. Heb hij een bel? Heb ik weer. Gaat hij bellen? Hij is uit. We gaan even een stukje rijden. Ja. Het gaat om een Corrado G60, hè? Ja, klopt. Zeg, goed. Nou, dat zijn er nog de Sirocco. En Sirocco heb ik zelf vroeger ook gehad, uit 1974. Dat was een sportwagentje van de Volkswagen. Oh, is het de voorbeeld? Heb ik weer. Nou, G-lader is dus dat hij inlaatlucht. Hoor eens even. Inlaatlucht, versneld en ingespuit. Denk ik zo een beetje voor. Het stuur past niet. Oh. Er zit een dikkere naaf daarop. Oh, dat is jammer. Ja, dat is jammer. Ja. Dat is niet zo originele. Nou, is het geval. Ja, dit heeft een beetje een emotionele waarde voor deze meneer. Nou, 3 jaar geleden, houden we het maar even op. Had hij die auto. Jaren ervoor uitgeleend aan een school, geloof ik. Zo te formuleren. Ja. Misschien moet jij dat even vertellen. Ja. Nou, die school die zou hem langzaamaan een beetje gaan opknappen. Ook als verkapte stalling. En dan zouden de studenten daar onder begeleiding van de docent er wat sleutelwerk aan verrichten. En als het een jaar of 2-3 goed gegaan en vervolgens is die opleiding nagenoeg daar failliet gegaan, gestopt. En toen moest de auto opgehaald worden. En toen heb ik hem gestald in een kas. En dat had ik nooit moeten doen. En dat hij niet moeten doen. In totaal na een jaar of 10 kwam hij eruit. En daar zat me toen toch een onderhoud aan. Ja, het was echt niet mooi. Maar het was ook een beetje zijn kindje. Dat is net zoals de Toyota Supra. Voor mij ook mijn kindje. Sam zei behalve mijn eigen kinderen natuurlijk. Ja, dat is het weer wel. Het is voor hem deze auto. Nou, hij kwam naar mij toe door Edo. Edo Dijkgraaf. Ja. Die heeft een mooie brief naar... naar de VARA geschreven, naar Nieuwenhuis. Hoe heet het? Weet je, Vin? Die dat presenteert. Van de wereld draait door. Maar goed, we draaien van het onderwerp af. Maar die auto, nou, dat was, markeerde zoveel aan dat het eigenlijk was om die auto niet meer op te knappen. Maar ja, dat deed hem wel heel veel pijn. En we kwamen op het punt van, dat ik hem overnam. Heb ik ook gedaan. En het overnamen, dat ging ook best wel prima. Alleen, ja, ik had hem wel kunnen maken, hem gemaakt op een heleboel punten. En toen had ik hem schoongemaakt, gepoetst en bijvoorbeeld de benzineleidingen waren helemaal niet meer goed. Ik ga gewoon een rondje rijden, want het wordt best een lang verhaal. Zal ik eens gas geven? Ja. Maar dit is leuk, zo'n Corrado. Lang verhaal, heel lang verhaal, maar het lange verhaal heeft te maken met... ik had hem bijna voor de APK klaar, het was alleen nog even een ABS dingetje. En de katalysator voor mij, zoiets. Hij kwam in de zaak, hij zag die auto staan, hij begon echt, ja, ik mocht het toch kunnen zeggen. En, we waren allebei heel erg emotioneel. En ik zag dat dat echt zijn kindje was. En toen heb ik gezegd van, weet je wat, ik hoef die auto niet. Je betaalt een klein bedrag voor de onkosten die ik gemaakt heb. En dat vond hij zo mooi. En ja, dat gaf mij ook gewoon een super gevoel. Ik heb daar voor mij wel eens een keer een stukje op Facebook geschreven. En nu heeft het ook in een soort tijdschrift gestaan voor auto's. En klassieke techniek. Klassieke techniek, gelijk een beetje reclame, dat is logisch. En nou kwam hij na 2 jaar komt hij weer hier, omdat hij woont niet in de buurt. Maar hij vond het wel gewoon mooi om een keer weer bij mij te komen. Nou, en er markeerde weinig eigenlijk aan, alleen een rammeltje in het dak, maar dat is geen afkeurpunt. Een uitlaat die niet helemaal goed was. Het ophangpunt afgebroken, geroest. Daar heb ik een mooie oplossing voor gemaakt. Ja, voor de rest, ja, je moet niet te veel verwachten van deze oude auto. Hij is vrij snel voor die tijd. 89 praten we over. En het is een 2 liter. 1.8 met wat een G60 lader. Ja. G60 lader is vrij prijzig. Ja, ik kan nog uren doorpraten. Wil jij nog wat zeggen? Ja. Nou ja. We hebben wel dezelfde kapper. Ja, dat het belangrijkste is, ja, ik bedoel, ik kom niet voor niets terug. Ik bedoel, zeker na die actie van 2-3 jaar geleden. Ja. Bedoel, jij blijft gewoon mijn held. Ik bedoel, volgend jaar kom ik weer terug. Oh, wat lief. Ik ben er helemaal blij mee. Zal ik nog even onder de motorkap kijken van degene die geïnteresseerd waren in zijn. Hoe zo'n G-lader er nou uitziet. Het lijkt net of de uitlaat lekt. Maar dat is niet zo. Dat is echt niet zo. Hou jij hem vast? Ja. Ik ga het vast niet.
apart. Nou, we gaan hem afsluiten. Tot de volgende.